Tony Pino, er zit iets tussen de struiken daar. Zie je dat het beweegt? Wat zou het zijn? We zien het net pas. We hoorden al een poosje kraak, maar er zit iets heel groots. Ik kan het niet herkennen wat het is. Wacht, is... Nee? Ah, wacht. Dat is waarschijnlijk een... Het is weg. Waarschijnlijk is het de koe, maar ik ben nog niet helemaal zeker. Ik denk het haast wel. Ik zag een soort van staart, maar waar is die nou? Wacht. Kijk hoor. Wow, ze zijn heel erg verscholen, zijn ze. Zit daar nog wat? Nee. Daar heb ik het gezien en de boog had. Wow. Er zat wel wat. Waarschijnlijk was het gewoon een normale koe. Ik heb geen idee. Ik denk het haast wel. Wat is het licht daar dan? Oké dan. Heel erg vet. Ah, wacht. Daar beweegt nog iets. Maar het zit zo hoog verscholen. Die struiken zijn zo hoog. Dat je niet kan detecteren wat het nou 100% precies is. Daar loopt wel iemand achteraan en dat ding wat daar zit, dat was een heel stuk groter. Oké dan. Heel erg vet. Dan je ziet het. Dit hele veld hier, dat bestaat uit zo'n soort hoogachtig gras. En daar lopen dan blijkbaar beesten tussen. Op zich wel gaaf. Dan hoor ik weer wat. Ik hoor steeds gekraak, maar goed. Hier heb je een hele grote mega beukenboom. En ik ben net wezen kijken, dat kan ik je ook al laten zien, bij die... Wow, wacht even. Bij die... Dit is een eikelboom. Maar dat is een beukenboom daar. Daar was ik net wezen kijken. En toen heb ik, bij dat grote ding wat je nu midden in beeld ziet... daar heb ik een stuk of... Nou, 20 beukennoten gepakt. En in alle 20 beukennoten zat eigenlijk geen noot meer in. Omdat ze te lang op de grond hebben gelegen. Dus ik ga ze volgende keer gewoon normaal uit de boom halen. Dan heb je er meer aan. Want dit is eigenlijk gewoon beukennoten rapen voor noppers. Maar goed. Dan gaan we heel eventjes kijken of dat we hier toch nog wat kunnen zien. Waarschijnlijk niet. Ja, er rijden auto's daar op de weg. Nee, we zien niks. Nou, we gaan de vlog weer beëindigen. Het enige wat ik jullie nog even kan laten zien... zijn deze bloemetjes, die zeldzame, die hier groeien. Die dus. En die groeien hier eigenlijk overal waar je kijkt, op dit veld. Dus dat is wel kicken. Wacht. Ja. Kijk eens. Of hij moet nog gaan werken, dat denk ik eerder, of hij is klaar met het werk, dat hij maar half vol zit. Normaal zou hij nou moeten afremmen, maar dat doet hij niet. Nee, hij rijdt gewoon door. Oké dan.